Goeiedag beste mensen, dat zijn dus de eerste woorden die jullie van mij horen. Ik weet nog heel goed, toen ik mijn definitief engagement gedaan heb in Orval, had ik aan mijn ouders gezegd, wat Orval wordt en wat ik zelf word, dat zal de geschiedenis wel uitwijzen. Maar één ding weet ik zo ongeveer zeker, dat is dat ik nu tot op het einde van mijn dagen in Orval ben. Want niemand kan mij uit mijn klooster halen, behalve de paus. En ik heb dan aan God gezegd, je weet dat ik eigenlijk, ik ga niet naar Orval om monnik te worden. Ik word monnik in Orval omdat jij dat wilt. Maar dat gaat om jou. De broeders hebben gezegd, als je bisschop bent zoals je abt geweest bent, zal het goed zijn. Dan was het een enorme troost voor mij dat ze dat gezegd hebben, als eindresultaat van mijn 12 jaar abt zijn. En ik trek me daar een beetje aan op om te durven aanvaarden maar dus van bisschop te zijn ook. Voilà, merci. Het was een beetje, het was niet zo gemakkelijk. Als de bisschop, als de nuns gezegd heeft, de paus wil je benoemen als bisschop, aanvaard je dat? En tezelfde tijd heb ik geen dagen gewacht. Maar ik ben, zoals een broeder zei nadien, we hebben daarover gepraat natuurlijk, je bent ingetreden omwille van God en je gaat weg omwille van God en daar gaat het om. Dat geeft een grote vrijheid. De paus zou als een van de redenen gehad hebben, dat heeft de nuncius ergens verklapt, dat hij het goed vindt dat in de bisschoppenconferentie ook een religieus is. En monsieur Van Looy was Salesiaan. Dat speelt ergens mee. Wat het zal betekenen dat ik trappist ben, ik weet het eigenlijk zelf niet. En ik zoek er ook niet naar. Dus ik wil helemaal geen personages spelen. Ik zou nooit zeggen, ik eigenlijk als monnik zou moeten dit of dat gaan doen. Ik zal gewoon mezelf zijn. Ik heb als leuze gekozen in de vreugde van de Heilige Geest. De vreugde is een teken dat men goed is, dat men zich goed voelt als mens ook. En dat is dan toch waarom we het evangelie krijgen. Het is niet altijd gemakkelijk, het kruis staat ook op onze weg. Maar het is om als mens ergens te slagen zoals God de mens wil zien. En de vreugde is altijd, dat zijn van die momenten waarop je voelt, ja, zo is dit goed. De geest is dan precies wat ons verder doet gaan dan alleen maar, ja, hoe voel ik mij oppervlakkig als mens, want het kruis staat ook op de weg. Het is een dynamisch principe. Ik heb eigenlijk de geest daarvoor gekozen. Dus het is een geest van vernieuwing, van de vragen durven beluisteren zoals ze zijn en durven een antwoord zoeken. Maar altijd zonder het gevoel te hebben van ja, ik weet het allemaal en ik ben het. En, ik vind dat de geest heel bevrijdend is. Hij heeft een grote openheid. En ik denk dat het de kerk vandaag deugd doet om ook zo'n mensen de verantwoordelijkheid van bisschop te geven. Ja, ik denk dat wel. We staan eigenlijk voor dringende vragen in de kerk en in de maatschappij. Dus ik vind dat we onze luxe niet kunnen permitteren van al onze energie te verliezen in bijkomstigheden. Ik heb dat ook altijd als abt gezegd aan de broeders. Waarover gaat het? Ik kan natuurlijk nog heel algemeen antwoorden, want ik moet nog mijn bisdom ontdekken. Wat betekent dat concreet voor mijn concrete mensen dan? Maar als bisschop is het in ieder geval, ja, het essentieel om het geloof. Om het geloof zoals Jezus het ons geleerd heeft. En ik heb door de Bijbel God leren ontdekken. En het is de God van Jezus voor mij essentieel. Dus daar moet veel aan gewerkt worden. Als die dimensie niet is, dan is het een beetje te vergeefs, zou ik zeggen. Om Paulus te vertalen, hè. Natuurlijk onmiddellijk, je kan het geloof niet loszien van de medemens, want dat is, het evangelie verraadt het ook. De kerk heeft altijd aandacht gehad voor de medemens, dat is duidelijk. Maar we staan toch voor hele nieuwe vragen ook. Ik denk aan het onthalen van de vreemdelingen bijvoorbeeld. De armen, ik vind, dat zijn twee verschillende categorieën aan het worden. De armen en de vreemdelingen, het kan samengaan, maar het zijn eigenlijk twee verschillende categorieën van mensen in onze huidige maatschappij. Hoe langer, hoe meer. En dan ook de ecologische vraag, want als de planeet niet meer bewoonbaar is, kunnen de mensen niet meer blijven leven. Dus dat zijn dan toch wel heel recente en actuele vragen. Ik denk, de kerk vandaag staat, ze maakt een moeilijke periode door. Maar het enige wat ons gaat redden, is dat we weer voeling krijgen met het hart van ons geloof. En dat je dan juist aan iemand die dat tot hiertoe in zijn leven
als de core business heeft beleefd. Ja, dat zo iemand bisschop wordt, dat vind ik dan toch voor vandaag helemaal niet eigenaardig. Integendeel. Grote figuren uit de kerkgeschiedenis hebben dat, ik denk, ik heb het vernoemd in mijn voorstelling, Augustinus bijvoorbeeld, Martinus van Tours. Dat zijn mensen geweest die terzelfde tijd bisschop moesten zijn, maar vanuit een zeer, met een monastieke ziel. Ik denk dat dat voor onze tijd zeer geschikt is en zeer belangrijk. Voilà, het is op die manier dat ik ben monnik, maar ik ben ook heel sterk loden, denk ik gewoon.